Ze kunnen gewoon hun ei kwijt, ze kunnen ravotten, ze kunnen spelen. Een voetbalveldje, een klimrek en een crossbaan. Kinderen van jeugdhulporganisatie Antrea Lindehout in Ubbergen hebben sinds donderdag een gloednieuw speelterrein. Ze kunnen gewoon hun ei kwijt, ze kunnen ravotten, ze kunnen spelen. Het is best wel leuk, want je kan hier beter spelen. En eerst was het gewoon niet zo leuk, want er waren heel weinig dingen en zo. En nu is er een crossbaan bij en zo. En nu is er ook gewoon een groot speeltoestel en een lichtschommel. Het idee van dit speelterrein is ontstaan doordat kinderen zelf en medewerkers ook met name aangaven dat het verouderd was. Er was echt veel kapot. Het was niet leuk om buiten te spelen. Kinderen vonden ook, of tenminste de oudere kinderen gaven aan, dat ze niet anderen mee wilden nemen hier naartoe. Mm-hmm. Omdat het eruit zag als een instelling. En dat wilden ze niet, wel veel meer een woonplek, zeg maar. Het speelterrein is er vooral voor kinderen die leven in 3 huizen op het woonerf van Antrea Lindehout. Hier verblijven zo'n 15 kinderen voor wie helemaal thuis wonen niet meer lukt en soms dag en nacht hulp nodig hebben. John is zo'n gezinshuisouder en woont met 6 kinderen, waarvan enkele hun ouders niet meer zien. Nee, ouders kun je niet vervangen. Maar het is wel zo dat wij proberen zo goed mogelijk een ouder te zijn. Dus we hebben wel de opvoedrol. En deze kinderen hebben inderdaad veel zorg nodig, maar ook veel begeleiding. Maar ook heel veel liefde en aandacht. En dat probeer je zo goed mogelijk te geven. Dus je bent wel, voor sommigen ben je al een soort ouder. En voor anderen zal het wat langer duren. Want die hebben nog wel contact met hun ouders. En ben je eigenlijk de opvoeder. Een gezinshuisouder is trouwens iets anders dan een pleegouder. Gezinshuisouders zijn professionals die leven met kinderen. En in pleeggezinnen zijn het eigenlijk mensen die gewoon een kind in huis nemen. En daar minder zorgen over hoeven te hebben als dat wij bij deze kinderen hebben. Voor de kinderen is het belangrijk dat er overdag voldoende buitenactiviteiten zijn. Ik denk dat alle kinderen in Nederland wel veel binnen zitten. Veel met een spelcomputer bezig zijn of met andere dingen op computers. En wij proberen zoveel mogelijk om doe dingen te doen. En dat is buitenspelen met een nieuwe speelattractie is wel heel belangrijk. Via sponsoring was het mogelijk om allerlei faciliteiten voor de speelplaats te regelen. Die is alleen bedoeld voor kinderen die op het woonerf wonen. Maar vriendjes, vriendinnetjes kunnen altijd meekomen.